the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. John van Dam is de vierde generatie van een geziene familie op Nederlandse kermissen. Samen met zijn vrouw Miranda is hij in de zomermaanden week in week uit te vinden op de kermis. De vijfde generatie, zoon Jordi, vindt het kermisleven nu al wat en is zeker van plan om zijn vader op te volgen. Medio maart-april begint het kermisseizoen en reist de familie van Dam met de autoscooter door Nederland. De overgrootouders van John zijn eind 1800 begonnen met het kermisbedrijf met een geleend bedrag van 38 gulden. In 1930 werd overgrootvader Van Dam op de kermis in Krommenie geëerd omdat hij daar voor de 40ste keer kwam. De familie beschikt over een meer dan 13 meter lange woonwagen met alle luxe van thuis. De volledige wagen kan aan meerdere kanten uitgeschoven worden, waardoor een ruim leefoppervlak ontstaat. De ruime woonwagen beschikt over 3 slaapkamers, een badkamer en een keuken. De eerste 2 autoscooters waren zogezegd bouwscooters,
die van de grond af opgebouwd werden. John en Miranda van Dam zijn nu eigenaar van de voor hun speciaal ontworpen autoscooter die op een trailer staat. Dit ontwerp wordt in de volksmond een uitklapscooter genoemd, die het bouwen aanzienlijk sneller maakt. Deze film laat zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van zo'n onderneming. Koffie voor de morgen. Ja. Blijf jij ook? Ja, ik blijf ook wel. Ja. Even een bakje koffie en dan gaan we rijden. Wat ga je doen dan? Hebben we wel verdiend. Even de wagens ophalen in winkel. Nou, staat die daar? Ja. Eerst even koffie, man. Mijn lieve vrouw heeft koffie gezet. Lekker in het zonnetje zitten en topless. Ga jij ook rijden, Mir? Ja, ik ga ook rijden. Welke wagen neem jij dan? Ja, die andere Scania. Die andere Scania? Ja. Staat het weer allemaal hier? Ja. Je moet niet de stoep op, hè? Dat mag je niet. Stoep op. Blokken ervoor. Eten we vanavond hier? Hoe heet die ding ook alweer? Mexicaanse wraps. Tadaa! Wat zijn raps? Wat is er nou hier? Dit zijn nou raps. Ziet er goed uit. Lekker hè? Oh, neem nog even twee lepels mee. Als je erachter houden. En weer terug. Recht. Hij hoeft nog niet recht. Staat hij gelijk? Marcel, staat hij gelijk met de stoeprand? Boven. Bo-
al in de weg of zo, John. Ja, maar die zagen om. Ik heb zo'n zaag, zo'n bomenzaag. Of vandaan mijn benen, dat maakt niet uit. Huh? Hij staat al op zijn plek, hij moet alleen op de grond. De wielen gaan eronder uit. De wielen gaan eronder uit. En de assen? De assen. Die zo hoog botsen zo. Ja, echt wel. De vorige keer stond je al op zijn poten, dus toen ging je ook de achterlichten eraan halen. Naar de wijk. Als hij op de grond staat. Ja, maar die stop ik er zo meteen ook weer in. Waarom? Normaal leggen ze er altijd onder, maar die doe ik er zo meteen weer in. Hoppakee. Is het hem even gerendeld. Zijn we nou weer te filmen? Lijkt wel een bijenne. Schuiven we deze uit. Dan zorgen we dat die gaatjes goed zitten. Dan kunnen we deze er weer in. Kijk, die past beter. Zo bedoel ik. Ja, zo moet het. Doe je dan de lengte ook nog waterpas? De lengte en in de breedte, ja. Ja, is oké. En opnieuw opvolger voor Verdam? Ja. 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 Hoe ben je nou? 18. Oké. 81. Wat doe je nou nog een opleiding? Ja, ik werk nog 5 dagen in de week. Wat werk je 5 dagen in de week? Ja. Waarom? In Middenmeer bij Total Systems. En wat doe je daar dan? Machines in elkaar zetten. Oké, wat ga je nu doen? Ik ga nu laten zakken. Helemaal, tot aan de grond. Ja. Moet je nog verder? Nog een studie. Alleen maar een beetje die pennen gewisseld hebben. Dan kan hij omhoog. Ja. Dan blijft onderstel staan. Ja, de onderkant blijft staan. Nou gaat het dak op en neer. Oké. Hoe zet je hem waterpas? Op die draaispindels. Ga nou eerst over het waswaterpas zetten en dan in de lengte. Ik kom wel laten staan hier. Je zou wel beginnen om 8 uur. Het is 8:30. Wat ga je nou? Ik ben in slaap. Ja, kom maar in. Strak trekken. Ja.
Nog strakker, in het midden even. Even strak trekken en dan erop gaan staan. Ja. Ik ben lekker mee. Die witte poten, daar til ik hem mee op. Dan kan ik hem helemaal optillen. Ja. En nou, die pennen daar uitgehaald en stop ik ze daarin. Dan gaat zo meteen het dak omhoog. Dat is een nieuwe scooter, John. Nieuw gekocht, uit Italië vandaan. Speciaal voor jou ontworpen? Ja. Op maat laten maken. Hoe lang draait hij al? 12 jaar nu. 12 jaar? Oké. Okay. Het is voorbij of het niks is. Generatie 5. Dit is een locomotief. Die hebben we de eerste kermis gevonden. En die staat hier met een magneetje vast. En ja, kijk hoe lang die blijft staan. Oké, grappig. Dat is wel grappig. Terug. Even terug. Dan. Nou, het duurt. Vertrekken. Nou, met twee aan die kant. De lengte van de aanhanger is de breedte van de baan. Zo trekken, was het? Nou, een beetje gelijkmatig. En dan slaat hij omhoog en dan valt hij vast. Dan moet je een beetje gelijkmatig trekken. Kijk hem maar. Klaar een beetje nog. Ook hier recht. Dit gedeelte komt straks naar beneden, dan hangt het zo schuin. En wat nu op zijn kop hangt, dat trekken we dan weer rechtop. Dat staat het weer recht omhoog. Nou gaat zo meteen het middelste gedeelte schuiven boven en onder, schuift dat tegelijk naar buiten. En dan staan we gelijk onder het zeil en het hangt het gaas erin, verlichting erin en sta je al droog. Die ketting die daar hangt, die trekt de hele middenkant naar buiten. Kijk, dat is heel mijn man. Ik heb gewoon één. Hey, dit is nummer 1. Kijk, nou hangt hij mooi in balans. Zie je dat? Excellent. Hangt mooi in balans. In evenwicht noemen ze dat. Blijft die paal nog staan of gaat hij weg? Als het dak helemaal omhoog gaat, gaat hij weer weg. Zeg voor dat je het nou heel druk hebt, hè? Ja. Hoe snel kan je hem dan opzetten? Vijf uurtjes. Vijf uurtjes kan hij echt staan? Ja, van begin tot eind. Zo, dat is echt razendsnel. Ook met vijf people. Dat is vijf mensen. Ja. Als ik haast heb, dan doe ik een waterpas liggen. En dan gaan wij al takelen naar de andere kant en openklappen. En dan kunnen ze aan deze kant vast de rest van de pootjes vastzetten. Okay. Dus je kan wel meer mensen gebruiken bij een kermis. Jazeker. Hebben jullie zin in de kermis, jongens? Ja. Ja? Hebben jullie veel gespaard? Ja. Nee. Hoeveel zakken, hoeveel muntjes ga je kopen? Een heleboel. Hele zak vol? Ja. Goed zo, en een hele kermis botsen? Ja. Kijk, je gewoon zo neerleggen. Ook een blokje, man.
Pennetje erin is borg. Je bovenste op de zij, Sander. Dit is nou het bekende touwtje waar jij ook 25 jaar mee gewerkt hebt. Die heb ik nog steeds voor je bewaard en ik gebruik hem nog elke week. Kijk, hier staat jouw vingerafdruk nog, zie je het? Waarom is dat beroemd dan? Omdat jij hem altijd gebruikt hebt. Kijk, doen we in het pennetje. Hop. Kijk, er kan niks gebeuren. Als het pennetje eruit wilt, is er nog niks aan de hand. Maar dat moet vanwege de strenge keuringseisen tegenwoordig. Moet er een pen door. En een splitpen. En dan zetten we een waterpas tegen het touwtje aan. Hier hoor je soms wel eens een beetje draaien ervan, maar ja, dat hoort erbij. Zeg jij hoor, Rob? Ja hoor. Goed zo? Ja. Oké. Stukje dakgoot. Als ik straks even dit gedaan heb, dan ga ik die bouten vastzetten. En dan staat het zeil en het gaas in één keer strak. Ruimte bij de tijden die andere weg, zo'n laag ruimte. Ja, daar heb ik nog wel zitten. Ja, die tijden. Ja. Even kijken, dan denk ik niet. Niet laten vallen, hang hem maar even op. Ja, hey! Zal ik de motor even starten en dan gaan we de vloer laaien. Ja, dan doen we de dak omhoog. Even
voor de stroomvoorziening voor de hele kermis. En wat voor motor is het? Een Volvo. Ja, en hoeveel pk? 315 kVA. Dat is okay. 450 ampère continu. Kom, kom. Ik zei, ik doe de deur dicht, anders hoor je me niet vanwege de herrie. Nu de vloer op zijn plaats leggen. Ja, hoeveel vloer heb je? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar een stuk of 11. 11 vloeren? Ja. En wat voor vloeren zijn het? Van aluminium. Ja, kan ik niet zo goed uitspreken, man. Kilo? Kun jij het wel uitspreken, Rob? Nee, ik ook niet. Hoe zwaar zijn ze? 500 kilo. 500 kilo? Ja. Oké. Per stuk. Per stuk. Nou, oké, daar gaan we. Weet je wat, de moet er vandaag nog in. Nummer 4. Hier heb ik zo'n hekel aan. Kokkie hier rechts aan. Ik moet een beetje knap op. Kijk, zo hoor. Twee met de witte kabel en twee met de zwarte kabel. Die witte kabel zijn langer dan die zwarte, dus oh, dan kun jij het wel raden, denk ik. Ja. Oké. Okay. Die moet naar de andere kant. Eentje hier laten, Sander. Eentje met de witte kabel hier laten. Die witte kabel links en die zwarte kabel rechts. Ik voel me net zo in de gevangenis hier achter het gaas. Dat is oké. Hi Rob. Dit is 2. Ja. Eerst naar beneden en dan gaat hij zo over de kop omhoog. Mooi dan. Het zijn 5 kilo per stuk, precies. Waar dient het voor? Om staaldraad strak te houden. Ik heb zo wat zakken. En als ik haast heb, dan zijn we met z'n drieën. Dan houdt gewoon ieder een staalkabel vast en dan heb je het gewicht hier niet nodig.
Twin Tower. Ik ben al even vergeten het vliegtuig hier buiten te tekenen. Zo op de mond houden. 1, 2. Gelijk het hoekje erin, Mas. Hoekje 2. Hey. Die Italianen, die kap is niet voor ze vast, goed vastgedraaid. Zien we nou een heleboel te laten kijken? De film, hè? Zullen we gewoon altijd daar? Als je een suipkermis hebt gehad, dan leggen we ook een beetje bier op de baan. Dan doen we dat even met de schroefmachine even mooi schoonmaken. En dan traanplaten in de rond. Dan zijn we zo weer klaar. Ook het schoonmaakwerk hoort erbij bij de man. Maak je nou dit, dat front ook helemaal schoon, John? Nee hoor, dat doe ik nooit. Okay. Maak je dat front ook nog wel schoon, John? Ja, af en toe. 1 keer per jaar. 1 keer per jaar maar? Ja, als het een keer een weekje mooi weer wordt, dan gaan we 2 dagen eerder bouwen. En dan gaan we lekker het front schoonmaken, lampje voor lampje. Echt waar, dat is toch een takkenwerk? Nee hoor, schoonmaakwerk, geen takkenwerk. Ik op deze knop en als het goed is gaat dan de klep open. En wat, nu komen eindelijk de auto's? Komen nu de auto's? Ik denk het haast van wel. Ja, we gaan nu, kijk, we moeten even filmen hoe lang hij erover doet hoe hij zijn handschoenen aantrekt. Het duurt al 5 minuten. Ja, dat komt omdat die handschoenen zo stuk zijn. Gewoon aantrekken, klaar.
kwijt. Oh nee, we zijn er al. Nou weet je precies tussen dat dingetje door. En is jou wel goed voor je. Ja? Dat is leuk dat je dat zegt. Daar ben ik ook van. Van met die spotslid, zeg maar. Ja. Maar die kringen die je geen alles gepoot met die robots. Ken je Rob? Oh shit, ging even verkeerd. Dat is heel mooi. Doe je ook wel eens minder boswagens onderop? Ja, ik heb het één keer geprobeerd met één auto, maar dat was niet zo'n succes, want stonden ze de hele dag in de rij. Dat was, dat doen we niet meer. Maar even serieus, ja? Doe je wel eens minder auto's? Ja, nu staan er ook maar 24 op en ik heb er 28. Okay. Maar alleen drukke kermis, dan zet ik er 28 op. Zoals in Den Ilp, weet je wel. Weet je nog dat we in Den Ilp stonden? Dan zetten we alle auto's erop, maar hier niet hoor. Ik moet ook even filmen, dat is wel komisch. Waarom is het komisch? Nou, gewoon leuk gezien. Is het nou 1:30, 1:00 of 2:30? Nee. Ja, jij hebt een 6 en de jongens hebben er 8. Ik heb ook zo nooit gaan maken. 8. Jezus. Wat is dit voor kast, John? Dit is de omvormer, transformator. En wat doet hij? Gaat 380 in en komt nu op het ogenblik 84 volt uit. Dat is de snelheid van de auto's. En begin je met je kassadienst? Ja, zo meteen als vader naar de zee moet denken. Oké. Vanmiddag ook al een tijdje geleden. Ja, al een paar jaar. Ja? Ja. Jeetje, naast je drukke bestaan ook in de zaak, Sven. Ja. Ja, lachen. Ja, alles of niks, hè. Nou, dan moet je ook wel even een zaakspin draaien. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, dat gebeurt zo meteen wel, denk ik. Ja, dat doe ik zo wel even. Beetje opdraaien.
no. Station, waar zijn we nu? In de kassa. Ja, gaan we weer. Maar welke plaats? We zijn nu op de Beemse kermis, midden Beemse. Oké, is dat nog een speciale kermis? Ja, een beetje wel, hè. Een beetje thuisbasis. Oké. Kom hier al een paar jaar, dus... Dat is de gezelligste van Noord-Holland, of niet? Nou, één van de. Eén van de? Ja, één van de gezelligste. Oké. Ik kom hier al meer dan 60 jaar, dus... Ja, klaar? Ja. Hoeveel dagen sta je? 8 dagen, van zondag tot en met zondag. Oké. En dan breek je af en dan ga je weg weer of zo? Hey Frank de Boer! Nou? Ja, lekker! Ja? Ja, mooi man. Ja. Dat is onze vaste klant, Frank de Boer. Ja, hey Frank, hey, wat vind je nou van de kermis hier? Ja, zeker. Vooral de beesten. Ja, klaar? Oké, en dan flink aan de drank? Wat zei je? Flink aan de drank? Nee, dat mag niet hè. Oh, medicijnen. Oh, oké, dat is minder. En Jordi is ook weer van de partij? Ja, ik ben er altijd. Nee, nou voor je plezier, hoe moet je nou werken? Nee, af en toe een beetje werken. Af en toe een beetje werken? Ja, als mijn moeder net de cijfers binnen moet. Okay. Moet je nog overbreken, ook of niet? Nee, helemaal niet. Volgende week maandag moet ik weer werken. Oké, dan houden we het daarbij. U kunt nog instappen. Pay now for the next ride.
Waar de assen mee vergrendeld zitten, die doe ik altijd gelijk goed vastzetten. En niet zeggen van doe ik straks even, want dan vergeet je het. Want dan kun je hem verliezen. Daarom maak ik hem even zakken, dan kun je gelijk alles vastzetten. En, dat is wat hij nu doet. Nee, dat til ik ermee op. Er zit gewoon een oliecilinder onder. Doe het ketting hier los. Ja, dan komt hij uit, wordt hij uitgedrukt door die veer. En dan komt die er ook uit. En daar zit hij mee vast onder de aanhanger. Zie je het? Dan duik ik hem erin. Het is alleen even om hem eronder te hangen. Gelijk helemaal omkeer, John. Ja, aan het andersom. Get de kies. Is hij helemaal uit? Ja. Gaat er wel eens onderdoor, maar als je nog uitsteekt, steek je hem.
Ja, hoe? Die achterste niet, wat doet die niet recht dan? Nee, de stuurras. De stuurras? Als die voor rechts staat, staat die achter ook recht. En daar komt het door. DJ, dan en zoon en dochters.